vanaf hoe laat staan jullie hier? Vanaf hoe laat zijn we hier? Vanaf half elf. Zoiets? Half elf. Ik denk dat we hier half tien waren, ja. De eerste vlucht van de A380 op lijndienst. Ja, dat moet je eigenlijk als sporter wel meemaken. Ik heb hem eergisteren in de krant zien staan. Dus ja, dan zie je eigenlijk best weinig. Dus ik hoop hem vandaag van dichtbij te zien. Dat is één keer in mijn leven dat ik dat ding misschien nog ziet. Want ik ben geen 20 meer. Mevrouw, u bent een beetje in dubio waar u het beste kunt staan, zie je. Ja, wat erg hè? Ja, ik weet het niet. Want hier kijk ik hem echt geweldig over me heen. Wat volgens mij echt een middenrifttrilling teweeg gaat brengen. Maar als je daar staat, kan je hem natuurlijk nog mooi in de zijkant zien. Ik hou de forums en de flight data in de gaten. En als er wat bijzonders komt, confisceer ik even de scooter van mijn collega. En dan rijd ik even gewoon naar Schiphol in en weer. Ik heb hier een scanner bij, zodat ik kan horen op welke baan die binnenkomt. En of die bijvoorbeeld een banenswitch doet, omdat het dan meestal de piekuren is. Dan komt hij meestal, of hij kan dan via de Polderbaan komen of via de Zwanenburgbaan. En zitten we nog goed? Staan we hier voor niks? Of? Nou, voorlopig staan we hier wel goed. Het is toch als sporter zijn en zo'n klein mannetje en dan zo'n grote bak over je heen. Nou, echt. Er zijn geen woorden voor. Ik vind het ongelooflijk dat het blijft hangen, dat het zo landt. En wat me opviel, en dat is misschien echt een beetje apart, dat ze minder geluid maakten dan dat ik had verwacht. Ja, hartstikke mooi. Ja, geen geluid haast, viel me op. En ja, hartstikke groot, vier motoren. Ja, schitterend om te zien. Heb je hem er goed op staan? Ja, ik ben erg blij met het resultaat. Hij is full frame en aan de zijkant, dus helemaal goed. Met wat voor gevoel ga je nu vandaag naar huis? Nou, vanmiddag moet ik hem nog platen als hij weggaat natuurlijk. Dus ik denk dat ik vanavond een voldaan gevoel heb. Dat wordt photoshoppen vanavond.